Dames en heren, welkom vanuit de 5 mei in Leiden voor de vierde basketbal Interland in de tweede kwalificatieronde Eurobasket 2014-15 groep B, waarin Nederland het vanavond opneemt tegen het team uit Bulgarije. Belangrijke wedstrijd, want dit is de vierde en de eerste drie teams staan allemaal met gelijke punten in deze pool. Drie teams met 5 punten. Ja, Kees van Rootselaar. Niet de eerste, de beste die ik vandaag bij me heb hier in Leiden. Welkom. Ja, dank je. Ik zei het net al, drie teams staan met 5 punten in deze pool. Wat betekent dat voor deze wedstrijd? Nou, het is thuiswedstrijd, dus als je daarnaar kijkt, dan moet je hem gewoon winnen. Ze hebben natuurlijk 2 keer uitgewonnen, heel knap. Maar het is nu ook de tijd dat ze vandaag thuis winnen. En zeker omdat Bulgarije nog geen overwinning heeft te pakken. Ja, als je deze gaat winnen, dan maak je een hele grote stap. En natuurlijk de wedstrijd tegen Montenegro van afgelopen weekend was natuurlijk fantastisch. Dat die is gewonnen door het Nederlands team. Daardoor is de stand zoals die nu is. Dus het betekent met Bulgarije op de laatste plaats dat het moet te doen zijn vanavond. Dat Nederland goede zaken doet en Bulgarije weet te verslaan. Voor de wedstrijd spraken we al even met beide coaches. En als eerste vroegen we even aan Toon van Helfteren zijn mening over deze situatie in deze pool. Coach Toon van Helfteren, the second home game in the Netherlands here, of course, the game against Bulgaria. But first, let's go back to game 3. What happened in Montenegro? What happened in Montenegro is the following. We played as well as we possibly could play. Especially defensive end, we were able to stop anything that Montenegro was trying to achieve. Plus, we had a good offensive day ourselves as well. So that combination made for a very surprising win for everybody, maybe including ourselves. Now, 3 countries with 5 points in this group. What does it mean for this game? I am not looking at that. I'm looking at this game tonight. I'm not looking ahead for what is coming after these games. That's how we started the campaign. Play one game at a time. We play this home game, we concentrate on this home game, and we want to win this home game. And then later we'll see what's next. Toon van Helfteren met zijn voorbeschouwing van deze wedstrijd. Natuurlijk is het een belangrijke en er hangt er voor Nederland alles ervan af dat deze wedstrijd van vanavond gewonnen wordt. Ook vroeg even voor de microfoon de coach van de Bulgaren, Mladenov, naar zijn mening. Coach Mladenov, the fourth game in this group. So far you didn't win a game so far. So what is going to be today? What's your goal for today? First of all, thanks for your attention. And the second, we have a very young team this year. So many of our players for the first year in the national team, so for the first time they play something like 15-20 minutes on the court. We have a 3 not so good games. One of them we were too close to win against Montenegro there away. We know after your game, your victory in Montenegro, you have a big chance to qualify for the Europe Cup next year. So, but we came here for a victory. Always, every time, the team supposed to come everywhere to win the game, because that's why you play basketball. What do you think of the team of the Netherlands? We know that the team is good. We know that the team is good, and we wasn't ready in the first game in Bulgaria. Home game, too much pressure against our players, the young players, and I think that they have a big chance to go to the Europe Cup next year, but they have to beat us. They have to beat Israel. And they have to beat Montenegro here. And so every game is a single for himself. You understand what I mean? So every game is a one. So I think that they have a big chance, but you know, the game is the game. We come to here to for a victory. They want to win us. So I hope it's going to be a good game for everybody, for the players, for the fans. And I hope they're going to win in the end of the game. Kees Mladenov heeft het over een jong team, maar dat zal voor het Nederlands team is het eigenlijk niet anders. Sterker nog, als je dan ook ziet dat niet de meest goede spelers van het Nederlands team überhaupt bij de selectie zitten, dan is het een topprestatie van coach Toon van Helfteren om het zover te brengen. Nee, absoluut. Ik vind ook, kijk, spelers die niet zijn, daar moeten we het niet meer over hebben. Die hebben gekozen om niet te komen, punt. En dan moeten we het gewoon over dit jonge team hebben. Die hebben voor gekozen om wel bij het Nederlands team te gaan spelen. En ik denk dat het voor deze jonge spelers gigantische ervaring is.
En dat het een gigantisch knappe prestatie is van Toven Helfter met zijn staf. Dat hij dit team zo ver en vooral verdedigend zo sterk heeft gemaakt. Dat ze teams gewoon onder de 60 punten kunnen houden. Jij ziet natuurlijk ook, omdat je ook co-commentator wel bent bij Studio Sport en bij Sport 1. Je ziet natuurlijk ook heel veel Eredivisie wedstrijden. Wat is nou duidelijk het verschil met Europees basketbal en het Nederlandse basketbal? Het verschil is dus dat je hier met allemaal Nederlanders speelt. En vaak in de competitie heb je altijd wel een Amerikaan die, als het spannend is, die bal erin gooit. En die eigenlijk een belangrijke functie in het team innemen. Al zie je ook wel dat het met Bertie de Jong en Arvin Slachter wel anders is. Die hebben wel een belangrijke rol. En je ziet ook dat die belangrijk zijn. Het is sneller. Je ziet langer tegenspelers. Als je naar de tegenstanders zijn, behoorlijk groot. En dat is het verschil. En de kwaliteit is wel hoger. En je ziet natuurlijk sowieso dat het voor de spelers een hele goede ervaring is om in deze zomer Europese wedstrijden te gaan spelen. Om straks weer met hun eigen team de wedstrijden in de Eredivisie te gaan spelen. Ik denk dat je, als je dit soort wedstrijden meedoet, een zee van ervaring opdoet wat je mee kan nemen. Nee, hier leer je heel veel van. En kijk, hier speel je ook. Het is alleen wel zaak dat je volgende keer als je terugkomt bij je club, dat je wel gaat spelen. En als je daar naar deze spelers gaat kijken, ja, dat zijn niet altijd spelers die altijd heel veel minuten maken. Dus het is een hele mooie ervaring. Maar je moet het wel door kunnen zetten. En dan is het belangrijk dat je gewoon speeltijd krijgt. En ik hoop dat ze dat met de ervaring die ze nu meenemen naar hun clubteam, dat de clubcoach en de vereniging ook besluiten om ze veel minuten te laten maken. De beste basis om een goede basketballer te worden is gewoon spelen. Ja, absoluut. Ondertussen is de hal in de 5 mijl in Leiden aardig goed gevuld. Sterker nog, aan de linkerkant van ons, dus aan de kant van de camera's, is het eigenlijk gewoon vol, mag ik wel zeggen. Achter de basket zijn de tribunes ook gewoon vol. De blauwe stoeltjes tegenover de camera af, terwijl achter de spelersbanken, daar zijn nog hier en daar wat stoeltjes vrij. Maar een keurig gevulde sporthal hier. En de mensen kunnen kijken naar een prachtige basketbalwedstrijd in Nederland tegen Bulgarije. Het Bulgaarse team is net door de speaker voorgesteld aan het publiek. En dat zal nu zo de eer zijn om het Nederlands team te gaan presenteren aan de toeschouwers. Kees, Arvin Slachter, belangrijke man voor dit team. Ja, aanvoerder, belangrijke speler in het team. Heeft de meeste ervaring van deze hele groep. En ik denk dat hij dat ook buiten het veld goed uitdraagt, maar zeker binnen het veld. Een verrassende beweging. Hij is kampioen geworden met Groningen afgelopen jaar en gaat nu naar Den Bosch. Ja, hij wil Europees spelen, wat ik dan heb gelezen. En goed, dat speelt Groningen niet. Dus dat is een belangrijke beweging. Ik kan me dat iets bij voorstellen. Want hij speelt natuurlijk heel veel al in Nederland voor competitie. En het Europees, dat is het toetje. Maar dat is ook weer een opstap om beter te worden. Dus ja, dat betreft kan ik het voorstellen. Aan de andere kant, voor Groningen is het hartstikke jammer. Want het was daar een hele belangrijke speler. En nu gaat een hele belangrijke speler bij een goede club. Wat ook een concurrent is spelen. Dat is jammer, maar goed, dat gebeurt. De scheidsrechters worden voorgesteld. Uit Spanje is de eerste scheidsrechter Miguel Angel Perez. Uit Italië is het Manuel Mazzoni. En Paul Walton komt uit Engeland. De commissaris is een Duitse meneer, Klaus Metzger. En natuurlijk, zoals het gebruikelijk is, worden eerst de volksliederen ten gehore gebracht.
volkslied van Bulgarije met een goed applaus van het aanwezige publiek hier. Dan het Nederlands volkslied. Versie van het Nederlands volkslied. Niet vanaf een bandje, maar live gezongen en dat werkt goed hier. Een groot applaus voor de zanger die dat hier ten gehoor heeft gebracht. Als we even kijken naar de selectie van het Nederlands team. Nou ja, we kennen de spelers natuurlijk nog van de vorige wedstrijd die in Martini Plaza werd gespeeld. Even opvallend als we dan naar de statistieken kijken, gemiddeld van de drie wedstrijden, dat Ron Schaftenaar, de nummer 21, de topscorer is met 12,3 punten. Ja goed, kijk, tegenstanders bereiden zich ook voor. En ik denk dat Schaftenaar minder bekend is in Europa bij de clubs of bij de landen, coaches, dan een Slachter. De Slachter krijgt heel veel aandacht en het zie je ook dat hij moeilijk tot scoren komt. Dat het lastig is. Aan de andere kant, met zijn ervaring, assisten die hij geeft en ja, het op veld, geeft hij ook anderen de ruimte om te scoren. En dat is Schaftenaar. En heeft ook een driepunter in huis die van buiten kan schieten. En hij komt daar nog wel eens en dan zie je toch dat hij ruimte krijgt om te schieten. En ja, dat maakt hem nu gewoon topscorer. Kijken we even naar de selectie van Bulgarije. Daar is de topscorer met 13,7 punten gemiddeld per wedstrijd, Vezenkov. En dat we daar even op letten, dat is de nummer 41. Belangrijke speler voor de Bulgaren, de toprebounder is Farbanov en die speelt onder nummer 21. Dat zijn een beetje de spelers die we goed in de gaten moeten houden omdat ze belangrijk zijn voor hun team. Wat weet jij verder van het Bulgaarse basketbal? Ja, niet heel veel. Ik heb natuurlijk wel een beetje proberen in te lezen. Ik zag ook nog in dat we in volgens mij 89, de laatste keer dat we op de EK van Bulgarije verloren. Toen mocht ik zelf nog meedoen. Dus dat weet ik nog wel. Wat je wel altijd weet is dat het dat teams zijn die snel willen spelen. Dat hebben ze tegen Nederland lastig, want Nederland stopt dat heel goed. Goede schutters en ja, toch wel spelers die altijd doorgaan. Maar aan de andere kant hebben ze het moeilijk tegen Nederland. En andere twee teams ook tot nu toe. En als iemand het ook kan weten, dan ben jij dat wel. Je zei het al dat je zelf al gespeeld hebt. 118 interlands achter jouw naam. Een hele prestatie. Hoe is dat dan voor jou weer om nou het Nederlands team zo weer te zien basketballen? Nou, kijk, ik vind gewoon dat er altijd een Nederlands team moet zijn. Een vlaggenschip moet er zijn. Jonge spelers, talenten moeten er iets naar kunnen uitkijken. Dus dat betreft is het mooi. Jammer dat andere spelers niet zijn. Maar goed, dat gebeurt. Dat is niet anders. Ja, en dan is het natuurlijk gaaf dat ze het ook goed doen. En dat een staf met oud-international Peter van Noord, Toon van Elften, record-international en Sam Jones. Ze zo ver kan krijgen dat ze en eerst willen gaan verdedigen, dat het een team gaat worden. Ja, en dan is het nu ook te hopen dat ze ook aanvallend wat meer gaan scoren en zichzelf wat makkelijker maken. En dat is lastig, want ze hebben natuurlijk grote jongens, Slachter, Beurten de Jong. En ze hebben niet echt een driepuntschutter daarnaast. En dat is wel een gemis. Het was ook mooi om te horen hè, dat na de overwinning in Montenegro 60-65, wat echt een unieke en geweldige prestatie is geweest van het Nederlandse team. Dat Toon van Helfteren daar ook op reageerde, dat hij zelf eigenlijk en het team ook daarover verbaasd was. Met andere woorden, ze hadden zelf ook niet verwacht dat dat eventueel een mogelijkheid zou zijn om van zo'n team in Montenegro te gaan winnen. Ja, maar goed, ik denk dat niemand dat had verwacht. En het is ook gewoon eerlijk dat hij zegt dat het ook verrassend voor de staf en spelers was. Maar aan de andere kant, ze hebben het zelf verdiend. Ik heb op Twitter een beetje de wedstrijd zitten volgen. Ja, dat was spannend. En dan zie je toch een Schaftenaar fout wordt gemaakt in de laatste seconde. En dat hij die vrijworpen er gewoon ingooit. En ja, dat zegt genoeg. Ik denk dat het ook dat ze de druk nog niet voelen. Want niemand verwacht wat van ze. Maar nu staan ze in gedeelde eerste plaats. En komt er ook een druk
op het team te staan. Dus ik ben ook benieuwd hoe dit jonge team daarmee omgaat. Want kijk, iedereen zei van tevoren kansloze missie. Nou staan ze er, nou hebben we het allemaal, misschien gaat het gebeuren. Ja, en dan brengt het natuurlijk ook druk bij spelers. Ja, dat weten we natuurlijk. Als de druk eenmaal begint te stijgen, dat is in de competitie net zo bij de play-offs. Dan komen er andere krachten los, dan gaan er andere dingen meespelen. Want nu is het niet een kwestie van het is leuk als je wint, maar nu is het een kwestie van je moet eigenlijk winnen. En dat gaat ook tussen je oren zitten. Nee, dat neem je mee op het veld. Er komt meer publiek op af en ja, meer aandacht. En daar moet je mee om kunnen gaan. En ik denk dat Arvin Slachter en Wurtie de Jong daar heel goed mee om kunnen gaan. Maar een Leon Williams is natuurlijk een hele jonge speler. Een Schaftenaar is ook nog jong. Nou, we gaan beginnen. We zien het. Arvin Slachter in de basis. Kerazi, Oudendag, Williams. De basis 5 voor het Nederlands team die het vandaag hier in de 5 mei hal moeten gaan doen. Het belooft een mooie wedstrijd te gaan worden. Alles en iedereen is er klaar voor. Dus we wachten op de tip-off van de scheidsrechter.